Hoi, hoi. Ik denk watertekens, maar misschien kijken hier ook andere tekens naar. Ik ben er weer. Ja, nog steeds met mijn hand. Dus ja, weer geen kaarten. Maar Schorpioen had mij op een idee gebracht om een video te maken over wat nu precies jouw superkracht is volgens je sterrenbeeld. En dat klinkt misschien heel raar, want iedereen is verschillend, maar over het algemeen hebben sterrenbeelden bepaalde dingen waar ze heel goed in zijn, of dingen waar ze juist heel erg veel mee verbonden zijn. Dus daarom maak ik toch deze video en deze is voor de watertekens. Dus here we go. Dan moet ik hem er wel afkrijgen met één hand. En we gaan beginnen met kreeft. Wat is je superkracht? Empathie. Dat is echt jouw superkracht. Jij kunt precies aanvoelen, juist omdat je heel erg verbonden bent met dat water en met de bekers in het tarot. Daarom heb ik hier de aas van bekers neergezet. En je bent direct verbonden met de zegenwagen. Je houdt van vooruitgang, maar wel vooruitgang die gebaseerd is op je gevoel en op je hart. En ik heb hier ook als eerste neergezet: je wordt gedreven door je hart. Dat is super belangrijk voor jou. Dat is het eerste waar je om gaat. Als je gevoel zegt nee, dan doe je het niet. Als je gevoel zegt hel ja, daar gaan we voor. Nou, dan pas maar op dat die wagen hier niet aanrijdt. Soort van. Je voelt met anderen mee. En dat jij met anderen meevoelt, maakt je vaak voorzichtig. En dan kom je meteen bij dit eerste punt. Je kunt afstandelijk overkomen. Waarom? Omdat je weet hoe het voor anderen voelt. En je voelt een ander meteen aan, goed of slecht. Dat weet je. Dat is iets in jouw intuïtie. En ik ken enkele kreeften. En die kreeften hebben meteen een gevoel. En dan zeggen ze: Sophie, ik mag diegene niet. En dan blijkt later ook nog eens, dan blijkt later ook nog eens dat het een enorme biatch is. Man of vrouw doet er niet toe, gewoon een enorme biatch. Maar dan komen we bij het volgende. Je bent realistisch en tactisch. Je hebt niet voor niks die verbondenheid met de zegenwagen. Die zegenwagen wil ergens komen. Die wil vooruitgang. Die wil progressie. Die wil een weg vinden. Die wil niet zomaar met het een en ander mee, omdat er toevallig iets gezegd wordt. Dromen, prima, maar het moet wel haalbaar zijn. Dan hebben we nog je creativiteit. En dat komt vanuit het water. Water is creatief. Water gaat altijd met de stroming mee. Water valt ook niet tegen te houden. Ik bedoel, je moet maar eens proberen water tegen te houden. Ja, met dijken en met dammen en met dat soort dingen, maar dan moet het ook wel echt behoorlijk stevig in elkaar zitten. Anders schiet je er nog niks mee op. Ik bedoel, hoeveel dijken zijn er hier in Nederland ooit doorgebroken? Omdat het water zijn eigen weg wil vinden. Dat zit in jou. Je bent een go with the flow type. Nou, daar komen we weer op hetzelfde uit. Je gaat mee met het water. En daardoor kun je ook heel goed een situatie inschatten, een persoon inschatten, maar evengoed jezelf. Want je kunt heel goed reflecteren. Je bent niet bang om in jezelf te kijken. Nou, wat had ik anders kunnen doen? Bij kreeften, ja, dat gaat misschien heel raar zijn wat ik nu vertel. Don't shoot the messenger. Maar bij kreeften zie ik ook altijd mensen die 's avonds, als ze dan in bed liggen en ze hebben de dag gehad, dat ze liggen te piekeren over: oh ja, dit had ik kunnen zeggen, ik had dat kunnen doen, ik had dat kunnen doen, ik had dat kunnen doen. En als ze gewoon eerst even een half uur tegen zichzelf liggen praten over hoe ze iets anders of beter of juist even goed hadden kunnen aanpakken, voordat ze even lekker gaan pitten. Snap je wat ik bedoel? Je kunt best sarcastisch zijn. Maar ja, ik hou van die humor. Ik ben ook zo. En soms ben je een wildebras. Soms. Maar dat is soms. Want je blijft altijd realistisch. En je wilt vooruitgang en progressie. En kreeften zullen nooit zomaar iets doen. Je hebt sterrenbeelden die dat zomaar doen, maar daar moeten we boogschutter voor hebben of zo. Of ram. Maar kreeften blijven altijd realistisch. Ze houden van dat die flow die ze overal doorheen trekt.
Waar kun je... Oh nee, dat doen we dadelijk even. Waar kun je gebruik van maken? We gaan eerst even naar de volgende. We gaan naar schorpioen. Schorpioen. Transformatie. Dat is je superkracht. Daarom ben je ook verbonden aan de kaart van de dood. En de dood klinkt niet heel vriendelijk. In het 3D-leven is de dood het einde. Het is nooit meer terugzien. Het is verdriet. Het is afscheid nemen. Alleen in de tarot staat de dood verbonden met transformatie. Met een rups die een pop wordt en die pop wordt een vlinder. Het is de feniks die herrijst uit zijn eigen as. Daar is de schorpioen onbekend. Daarom krijg je schorpioenen vaak ook nooit klein. Omdat ze weten hoe ze met die verandering om moeten gaan. Omdat ze weten, ook al ga ik nu op in vlammen. Ik kom terug en ik ben fantastischer dan je me ooit hebt gezien. Dat is je superkracht. Schorpioenen houden van opschieten en doorpakken. En dan ga ik je vertellen op welke manier. Ik had een collega en die kwam een keer binnen en die zei, waar zijn mijn kranten? En toen zei een vrouw heel vriendelijk, oh, ik kan je wel even helpen met insteken. Hij zei, dat vraag ik niet, ik vraag waar mijn kranten zijn. Opschieten en doorpakken. Geen gezeik, geen gedonder. Sorry dat ik het zo zeg. Maar geen gedonder, gewoon huppakee, gaan met die banaan. Ik weet wat ik moet doen, ik weet wat mijn taken zijn, ik weet hoe ik het moet doen, ik heb alle middelen. Let's go. Schorpioenen. Schorpioenen hebben een ongekende passie. Gewoon, maar echt, als ze ergens voor gaan, Jezus Mina, serieus, hoe? Dan zie je het waterelement terug. Dan zie je echt, een tsunami valt niet tegen te houden. Gewoon echt waar, een of andere zeestorm. Er zijn heel wat schepen vergaan, omdat de zee met een wilde passie, huppakee, helemaal zichzelf even liet gaan. Dat is wat je bij schorpioenen ook ziet. Echt, maar... Fantastisch. Ja, ik hou ervan. Sorry, ik hou er gewoon van. Klaar. Schorpioenen vergeten nooit een belofte of gunst. Als ze je iets beloven, komen ze het na. Al is het 10 jaar naar de rand. Oh ja, dat is waar. Klopt. Inderdaad, ga ik voor je doen. Altijd. Ze hebben lief met hart en ziel. En dat zie je alleen wanneer je een schorpioen leert kennen. Want ze kunnen in het begin heel bot en afstandelijk zijn. En ik zie schorpioenen altijd als een waterverfpalet. Dan kun je zeggen, ja, gewoon kinderspeelgoed. Ja, het zijn gewoon, het is een palet met een paar blokjes verf. Maar je ziet pas wat voor kunst je kunt creëren wanneer je weet hoe je ermee om moet gaan. Wanneer je het echt leert kennen, wanneer je weet hoeveel water je moet gebruiken, wat voor penseelstreken je moet gebruiken, wat voor papier je nodig hebt, dan krijg je kunst met waterverf. En dat zijn schorpioenen. Je moet ze eerst leren kennen en daarna weet je het. En dan weet je ook dat ze er altijd voor je zullen zijn. Je bent mysterieus en intens tegelijk, ja. Je bent verbonden met de dood. Dat is mysterieus, het is intens, het is onbekend, we weten het niet. Maar op de juiste momenten laat jij dat altijd naar buiten komen. En net zoals kreeften, je kunt goed reflecteren. Je haat betutteling, wat ik net al zei, opschieten en doorpakken. Geen gedonder, geen gezeur, huppakee, daar gaan we voor. Maar met die reflectie komt ook, je kunt hard zijn naar jezelf. En dat heeft met je hart en met je gevoel te maken. En soms ben je iets te hard. Dus mocht ooit een keer iets tegenzitten, denk eerder aan die schorpioen en die vlinder dan aan I screwed up. Want dat doen we allemaal wel eens. Dat doet iedereen. Dat doe ik, dat doe jij, dat doet echt de hele wereld. Ja, ik bedoel, kom op. Maar wees daar voorzichtig mee. Alright, dan gaan we naar vissen. Vissen, jouw superpower is fantasie. Vissen komen altijd op nieuwe ideeën. Laten we even met de tweede beginnen. Vissen komen altijd op nieuwe ideeën. Mijn beste vriendin vroeger was vissen. En die kwam altijd aan met de idee. Ik was degene die ze moest uitvoeren, want daar ben ik stier voor. Maar zij kwam met een nieuwe idee. Het was altijd gewoon, oh, we kunnen dit doen. Oh, hartstikke tof. Ja, gaan we doen.
We gaan dit doen. Ja, is goed. Hartstikke tof. En ze had 1000 ideeën. Dat, ja, net wat ik zeg. Ik moest het uitvoeren. Maar daarom werkte het ook zo goed. Want ik ben degene van het doen en het doorzetten. Maar zij was degene die altijd op nieuwe ideeën kwam. En met nieuwe oplossingen. Super vet gewoon. Echt waar. Als je iemand zoekt met fantasie en creativiteit. Vissen. Go for it. Echt waar. Je doet alles vanuit je emoties en je gevoel. Uiteraard. Maar vissen nog meer dan andere watertekens. Echt waar. Alles vanuit je emoties en je gevoel. Echt, er komt geen grijntje logica kijken bij het denkproces van een vis. Dat is creativiteit, dat is emoties, dat is gevoel, het is alles. Het is fantasie en inlevingsvermogen. Maar serieus, het is echt niet pure logica. Dan moet je bij vissen niet bij aankomen, zijn ze niet... Nee, daar hebben ze geen gevoel mee en dan doen ze het niet. En gaan ze ook alsjeblieft niet dwars liggen op dat gebied. Alright. Je bent zorgzaam voor de mensen om je heen. En dat wil zeggen, je doet graag dingen voor mensen. Als je ze verder kunt helpen, doe je het. Als ze een luisterend oor nodig hebben, ja, daar ben jij voor. Daar ben je goed in. Dat is jouw kracht. Dat is een van je superpowers. Je bent nooit jaloers en je gunt iedereen alles. Ik denk dat heel weinig mensen dat kunnen zeggen, maar dat ben jij. Dat zijn vissen. Dat zijn echt vissen. En je bent zeer creatief en je uit dit ook. Wat je ook bent, is intuïtief. Omdat je alles doet vanuit je emoties en gevoel. Daarom ben jij verbonden met de hoogpriesteres. Met die beker, sowieso. Maar ook met die hoogpriesteres. Vissen kunnen dingen al weten voordat iemand anders het überhaupt doorheeft. Maar echt. Gewoon. Dat is alsof ze helderziend zijn soms. Maar dat is gewoon omdat hun gevoel vertelt van... hier is iets niet in de haak. Of, hey, vet, super gaaf plan, gaan we doen. Meestal komen ze zelf met dat plan. Oké. Gaan we naar de ietsjes andere dingen. Je bent snel geraakt of gekwetst. Ja. En dat is omdat je het zo goed bedoelt. Je bedoelt het goed, je wil het liefst dat de hele wereld vrienden met elkaar is. Je wilt voor anderen zorgen, je staat altijd voor ze klaar. Alleen heb je 11 sterrenbeelden om je heen die dat niet hebben. En die zeggen gewoon wat ze denken. En ik weet het, ik doe het zelf ook. Ik ben down to earth, ik ben een stier, kan er niks aan doen. En mijn beste vriendin was dan ook altijd, nee, ik speel nooit meer met jou. Ja. Ja, en daar kwam ook frustratie uit. Je kunt gefrustreerd zijn als je niet begrepen wordt. En wat ik al zeg, er zijn 11 sterrenbeelden die jou vaak niet begrijpen. Er zijn 11 sterrenbeelden die zeggen, schiet nou onderhand eens op. Doe nou eens niet zo kinderachtig. Het is geen kinderachtig. Het is jouw gevoel, jouw gedrevenheid, jouw blijdschap. En ja, daar kom je wel eens een steenbok tegen die daar geen zin in heeft. Ja. Daar loop ik ook tegen aan, daar niet van. En je bent niet altijd even realistisch. Maar wat ik al zeg. Voor vissen is logica niet het belangrijkste. Het is het gevoel. En dat gevoel moet je gewoon lekker blijven volgen. Altijd. Want daar ben jij vissen voor. En de wereld heeft jullie nodig. Even goed als een stier of een leeuw of een kreeft of een tweelingen. We hebben jullie ook nodig. Evengoed. Anders zou het één groot doodsaaie boel zijn. Alright. Dan ga ik naar wat je zou kunnen gebruiken met je superpower. En het eerste is water. Ja, ik heb gewoon een schaaltje water neergezet. Water is wat jij kunt gebruiken. Als jij frustraties kwijt moet, watersterrenbeeld, pak een douche en gooi het allemaal van je af. Als je een keer iets leuks wil gaan doen en je wilt je energie terugkrijgen of dat soort dingen, ga een dagje naar Scheveningen, ga lekker in dat poeltje lopen, zeg maar, van waar de golven aanspoelen. Het zal wel een naam hebben, maar dat weet ik niet. Maar ga daar gewoon lekker doorheen peddelen. Kan jou het schelen.
Water is, daar ben je direct mee verbonden. Water is ook hetgene wat jou kracht geeft, maar ook hetgene wat je rust geeft. Het is hetgene wat je energie geeft. Het is die go with the flow. En daar ben je goed in. Dan hebben we schelpen. Dit is een doosje ook toevallig ooit eens ergens heb gekocht. Maar je kunt ook zo'n schelpenketting maken, al doe je het alleen maar voor jezelf. Je hoeft hem niet eens te dragen. Maar ik heb bijvoorbeeld dit gedaan. Ik heb hier een randje goud, bladgoud gewoon omheen gemaakt. En daar kun je iets in leggen. Ja, ik heb van die hele kleine inimini steentjes, die leg ik er wel eens in. En dan, ja, dan ligt dat daar zo in. Dat vind ik leuk om te doen. Maar gewoon schelpen kun jij gebruiken. Ook als je een grote schelp hebt, ja, die heb ik toevallig niet. Ja, dit is volgens mij de grootste die ik heb. Je kunt ook schelpen gebruiken. Wat je vroeger had, dan hield je die tegen je oor aan. En je kunt daar gewoon heel chill mee worden. Maar goed, dan hebben we nog stenen die je zou kunnen gebruiken. Sowieso amethyst. En hier heb ik gewoon een wat grotere amethyst. Maar je kunt ook een amethyst, kleine amethystjes pakken. En die heb ik hier in een buisje gedaan. Vind ik leuk om te doen. Doe ik met verschillende stenen. Vind ik gewoon leuk. Lapis lazuli. Sowieso. Als je orde en rust in je hoofd wil, als je wil concentreren, als je een bepaald, weet ik het wel, je moet door een examen heen of zo, of een test op het werk of promotie of wat dan ook, en je moet daar iets voor doen, lapis lazuli. 100%. Absoluut. Het is ook heel goed om orde in je hoofd te krijgen. Als je bijvoorbeeld, ik ken iemand die heeft een herseninfarct gehad. Die heeft een lapis lazuli aan een kettingje hangen. Altijd. En die heeft veel minder last van het geheugenverlies van die herseninfarct. Maar echt veel minder. Echt. Supergoeie steen. Sodaliet. Sowieso. Sodaliet. Dit is best een groot stukje. Je hebt ook kleinere stukjes. Dit is ook een kleine lapis lazuli. En apatiet. Dit is toevallig een schedel die ik ooit heb gekocht. Maar een apatiet is een hele fijne aardende steen voor watertekens. Als je je balans kwijt bent, als iemand je achter je vod aan zit of iemand zit je dwars of wat het dan ook is, apatiet. Go for it. Echt waar. Is ook heel goed voor je spijsvertering trouwens. Mocht die een beetje overhoop liggen, mocht je ooit eens ziek zijn, we eten allemaal wel eens iets verkeerd. Apatiet. Hartstikke fijne steen, zeker voor watertekens. Dat was een kleine opsomming, want ja, ik ben ook gewoon spiritueel ingesteld. Ik denk als je naar dit kanaal kijkt dat je dat sowieso bent. Maar ja, dit is eigenlijk hetgene voor de watertekens, wat ik nu op dit moment heb. Als je vragen hebt, zet ze in de reacties. Ja, ik kan nu toch niet naar mijn werk, dus ik heb tijd om te antwoorden. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer hoop ik. Doei!